met parlementariër Henk Afiankooi spraken we over de roep in die gemeenschap wanneer de verkeerscriminaliteit, maar ook alle andere criminele praktijken aangepakt zal worden. De politie doet haar best, zegt Afiankooi, maar er zal veel meer moeten gebeuren. Kijk, de politie doet haar best. Maar misschien moeten wij als volg en DNA de politie ook veel meer ondersteunen met wetten, behalve die wetten, zodat ze die nodig middelen om te scannen weten wat zo'n pistool waar je de snelheid meet. Want wat er gebeurt, broer, bepaalde mensen is gewoon aanstellerij. Je loopt laatst reed ik en mama rijp samen, boem, met een snelheid om bij een supermarkt te gaan stoppen. Dus het is gewoon aanstellerij. En die criminaliteit aan de andere kant, die gewone, is al zorgwekkend. Dat op de verkeerscriminaliteit, de massa, het ik de kans, geen rekening houden met niets, weet je. Dus is, ik weet niet of ik moet zeggen die straffen moeten verhoogd worden. Ik weet niet dat dat gaat helpen. Maar in ieder geval, ik roep aan ieder op. Ja, want je hebt die vraag gesteld en het voorstel gedaan. Die deelneem aan het verkeer. Lukoe, is dat bloekpaaierij? Als je laat bent, ben je laat. Al is het 1 minuut. En soms, de man laat schrijven naar gewoon aanstellerij, broer. Ik zeg het je, de meeste dingen wat ik zie gebeuren, aanstellerij. We zouden stellen aan mijn rij op die markt, ik zou op deze, en we stellen aan, boem, boem, boem. En dat, dan krijg je zulke dingen te man. En na autostrepen rij ik een keer ons maar. Nou, ons maar doen bakken auto. Die auto is een computer. Iemand moet het besturen. Want Big Man beleert me voordat ik rij, boys. Ik zeg, weet je wat het beste is, meneer Amabitak Henk? De kunst van een auto is hoe je je gas en rem controleert. Want die put een baby bakken een waggie, bakken een stuur. Je kan hier zeggen, Maar is dat gas naar een rem? Dat kun je maar controleren toch? Dat je moet je beheersen. Op moment zei poti put trangen te pakken. Dat was het langer voor al die auto's van nu. En dat moet men oliba aanstellen reizen naar bakken. Want soms wil ik zo mijn leed gis maar bakken man. En soms je sorry, ik wil soms heb ik niet eens zin om naar beelden te kijken. Omdat je sorry toch, je bent zo machteloos. En dus ik vraag en ik doe een oproep aan deze plaats. Ik hoop dat mijn collega's het ook doen. Dit heeft niks te maken met politiek. Dat die mensen die hard rijden en zo'n gedrag vertonen in het verkeer. Als je mij vraagt, voerde mij dat verkeer voor 10 jaar? Isabi, we moeten geen grappen meer maken, want dit is te erg. Aboy mimibis, aboy ipsadja want to lease aan mijn hossel. Maar hij is niet de enige, zei ze ook. Andere slachtoffer, ik hoorde iets van een geval van wat over een brugtraan. Rijgedrag, die de mensen uit mijn koning zijn, mijn zipa. Bussen rijdt op trottoir, van ook ruisraad. Dus, de politie doet haar best, maar misschien moeten ze, ik weet niet hoor, met bodycam lopen. Zodat, de sopwam aan de man, ik kan maar heel rijboy direct en al die dingen. En dit kan niet. Het baat in ieder zorgen, maar na een rijden wagi, wij mensen, aan het dag weer rijden wagi, ooit is van voeren rijden wagi. Na die bis mij rijden wagi toch, na een wij, wees, een kink van zijn jaar, die de bakken stuur, denk dat nou een computer, na jou een controle wagi. In af stel je aan toch, je rijden op die wagi, na je stel je aan. Hoe zijn, en mij toch lukie, wat een meerdere.